81% van de kinderen in Suriname heeft met een bepaalde vorm van geweld te maken gehad. Dit stelt het ministerie van Justitie in een persbericht. Om de verplichting om maatregelen te treffen na te komen en te voorkomen dat nog meer kinderen slachtoffers worden van geweld, is het ministerie gestart met een voorlichtingsprogramma. Dit programma, getiteld Geweld tegen Kinderen, is afgelopen woensdag gelanceerd op de Taborschool te Pontbuiten. Jus Paul deed dit in samenwerking met het MINOC en de UNICEF. Het programma is het resultaat van een onderzoek in 2017 naar geweld tegen kinderen tussen 11 en 18 jaar. Gedurende de voorlichtingsperiode kregen de kinderen informatie over verschillende vormen van geweld, kindermishandeling, seksueel misbruik, pesten en veilig online bezig zijn. Het project is bedoeld voor de vierde en de vijfde klas. In de eerste fase zijn de basisscholen in Paramaribo Zuid, waar er meldpunten kinderbescherming voorkomen, aan de beurt. Hierna volgen de scholen in Apora en Koroni. Verder is het de bedoeling om het programma ook landelijk uit te voeren, waarbij ook de VOJ-scholen worden betrokken.